Dus het gaat gewoon verder waar we waren, of? Ja. Mooi. Oh, Jensen Button staat gewoon eerste. Ik ben wel ready. Even kijken hoor. Heb ik wel mijn eigen driver dan? Ah, daar kan ja, ik toch joh, niks ik ga mee gewoon aan van de vorige keer verder. Volgens mij wel. Ik heb een reactie. Nu al. Ik kan hem alleen niet zien. We Oké, pakken die zo. tires. Opa. Weet dat het Bas weer is die die gekke bericht allemaal aan het sturen is. Ik hoor altijd een helikopter, hè? Heb jij dat ook? Als je in dat laadscherm zit, dat je dan een helikopter hoort? Nee. Oh. Jij moet lang laden, man. Go to track! Hoezo starten we ineens hier dan? Dit is Abu Dhabi. Heb je altijd zo'n klein kutscherm? Nee, dat heb ik uitgezet. Hoe kan je dat uitzetten nou, joh? Volgens mij kan dat nu niet meer, maar... Op Williams Power. Oh kut, zwaar verremd. Ik zit echt heel erg slecht. P17. Goddomme. Ik heb 16 hoor. Serieus? Ja. Goddamn. Hey, kan ik dat echt niet meer bewerken, die shit? Moet je even kijken. Dan ga ik ook even. Hoe kun je dat. Is dat gewoon die berichten aan kijkers en opmerkingen van kijkers weergeven? Ja, en die moet je dan uitzetten. Ja. Mooi. Ik ben benieuwd, joh. Even een. Even kijken. Bas die is gek, Deltion flikker kutboeren, zegt hij. Oké dan. Oké. Oké. Oh, dit wordt wat jong. Is het met formation shit? Ja, tuurlijk. Ah, dit wordt echt weer kut, man, met die strategieën. Even kijken. Oh, nee, fuck. Ah, ik vind het prima. Oh.
got him! Kalm! Wow, ik knal bijna op Vettel. Vettel gaat een 3-stopper doen. Hij heeft zeg maar... Hij rijdt nu op Ultrasoft. Hey, wat heeft hij natuurlijk op gekwalificeerd, hè? Niet zo raar, dus. Ik ook. Ja, maar wij zijn uit de top 10, dus wij mogen kiezen waar we op beginnen, zeg maar. Oh, zo uit de 10, ja, natuurlijk. Ik denk dat halverwege de race mijn tank al leeg is. Zo hard ben ik aan het rijden. De remmen zijn warm, jongen, niet normaal. Hoppa. Nou, even knallen. Here we go. Het is echt frustrerend, man. Je banden die koelen zo af tijdens het wachten. Daar heb je hem, hoor. De reën. Mr. Paul Beumer. Ik wil een andere helm. Mijn helm is fucked up. Ja, ene hoor, Mr. Paul Beumer. Ah ja, Bas, als je de stream van Paul wil verzieken, moet je ook even op die van hem reageren. Niet alleen op die van mij. Oké, Luc. Oh, Abu Dhabi 10. Goeie start. Wow, wow, wow. Ja, ik ben mijn vleugel kwijt. Ja, ik ben mijn vleugel helemaal kwijt. Godverdomme. Weer die kut Duitser, hè? Oh, wacht niet. Kut Berlijn. Wow, wow, wow. Ik rij op laatste plaats, man. Ik ben dus al gewoon bijna alles kwijt. Kijk dan, ik heb geen remkracht. Ik ga wel 2 keer op de soft, kijken of dat helpt. Geeft je ook al aan dan, andere strategie? Ja, maar echt een kutstrategie. Nee. Daar vraag ik op. Shut up, Jeff! Box this lap. Box! Oké, mooi.
Kalmpjes aan. Hier, we touwen er een andere vleugel op. Hoppa. Wacht maar, ik ga deze race winnen. Not lol. Waar rij jij dan? 7. Oké. 9 plekken heb ik dan vooruit gehaald. Ja, ik reed ook mooi vooruit, maar toen moest ik een pitstop maken. Toch blijven die Williams bloedsnel. Ja. Kut! Ah, nee. Ah, nee. Mijn soft banden zijn op, man. Ja, oh, ik heb het ook weer geneukt. Raikkonen maakt me gek. Ah, deze pit, is die kut of niet die pit exit of wel? Moet je dat zelf doen dan? Ja. Lol, jij rijdt onder mij. Welke banden rijden? Soft. Het staat bij mij dat je op supersoft rijdt. Oh ja, sorry, supersoft. Jezus. Ja, daar had ik het ook, ja. Ik vloog er ook weg. Dat zag er wel mooi uit. Jezus, en alweer. Raikkonen, die lul. Die is zo gevaarlijk deed. Ik dacht als ik tegen hem knal, dan ben ik fucked. Ik verlies zoveel snelheid, hè. Race space. Zag je mij weer? Bij mij ging het deze keer wel goed.
Hoeveel kijkers heb jij dan en comments? 2. Ik heb 1 kijker en 26 comments. Helemaal van Bas. Oh, 27. Lekker bezig, Bas. Ja, jongens, ze hebben al anders. Een paar hebben al een pitstop gemaakt, hè. Ik heb een penalty. Echt? Ja. Nou hopen voor zo'n fucking safety car. Toch? Ja. Dat is de enige kans. Ik was een halve seconde sneller. Dan dat Button je zo voorbij is. Car behind. Ah, ik denk altijd dat ik het over de banden heb, hè. Driver behind. Je houdt hem wel achter, ja?
Safety car, safety car, no. Ik kom zo bij een rijtje mensen. Oké. Okay. Oh. Tirewire. Godverdomme, nee, dan hou ik mijn bek wel. Tire status. Ai. Tire status, verdomme. Reacties maar eens lezen, Luke. Zeg je nou? Mijn kanaal is gek, dus ik ben het niet. Ja, ik ben van de baan afgeraakt. Hier, safety car. Ja, omdat ik ben gecrashed. Nasser, die knot, of Ericsson knot vol op mijn achterkant. Ben je weer uit de race? Nee, maar ik moet weer zo'n kut pitstop maken. Hier, ik moet een vierstopper doen. Ja, nou, ik doe hem ook. En het spel weet echt wel wat het goede is, dus doe maar... Hé hey man, maar dit is een gratis pitstop. Nou kom op Wehrlein, godver. Hé, hey, en als we nu op de ultrasofts gaan, kunnen we fucking hard pushen en dan zijn we er dichterbij. Ja, maar we moeten een veerstopper doen, dus dan rijden we eerst al vooraan, maar daarna... Ah, kut, mijn teammaat is ook in de pit. Ah, vies hoeren, jonk. Boeit me niet, ik ga gewoon. Die kut die maat, die zoekt er maar uit. Rennen, boys! Hoppa, ze staan klaar. Soort van. Dat hebben ze snel gedaan. Een pitstop met vleugel in 11,6 seconden. Holy shit.
Maar Ericsson was kapot, hè? Ja? Hey, ja, die is uit de race. Ja, want hij knalde achterop, man. Daarna knapte zijn motor of iets. Holy shit. Hé, hey, maar weet je welke positie ik ben? Ik heb jouw posities gepakt tijdens de safety car. Oh. Ik lig nu 14 dus. Fucking naaiend. Ik ben geen eens bij de dinges in de buurt. Welke positie lig je dan? 21. Kijk dan, jullie gaan nu over de finish en ik rij nu bij de DRS-zone. Ik ga nog niet over de finish. Maar Hamilton en zo wel. Krijg ik moeite om jullie bij te houden ook nog? Dit is wel wat je wou, hè? De rearliners ligt voor mij. Ja, falling too far back. Je kan ook niks aan doen. Kutzooi man, dan krijg ik een penalty omdat de safety car zo ver weg is. Ja. Oh, laat maar, hij is weg. Nou, ik ben er. Op welke banden zit je? Ultra soft. Oké. Okay. Jij? Ik ook. Ja, kunnen we mooi pit of pushen. Maar hij zegt dat ik in de 13e ronde alweer moet. Oh nee, nou zegt hij weer anders. Pitstop information. Ja. Pitstop information. Oh. Ja, 13e. Hij wil dat ik de 13e level ga pitten voor een nieuwe. Maar dat is fucking bullshit. Ik zie jou rijden. LOL! Ik heb 3 rondjes extra fuel, dus ik ga zo meteen dik knallen op Rich. Ik heb er nu net 2. Nog geen eens 2. Ik heb al 7 tire weer voor en 8 alweer achter. Zo snel gaat dat, hè? Ik heb 8. Daarom moeten we dus 4 stoppen in totaal. En wacht maar totdat je race pace rijdt. Ja, inderdaad. Dan is het zo gebeurd. Wat denkt Perez dan? Gekke Mexicaan. Oh, hij gaat in. Ja, safety car gaat naar binnen, Luc.
Gelijk overtekening, gelijk overtekening, shit. Ik zet hem alvast op rits. Oh, ja, jongens. Knallen, jongen. Oh, kut. Oh, dit wordt feest. Hier, ik heb een plaats gepakt. Twee plaatsen gepakt tijdens de start. Nog twee plaatsen gepakt. Ik rijd bijna achter je. Alleen Perez zit er nog tussen. Here we go. Oh, Verstappen. Ja. Ja. Ik denk door mij, maar sorry Max. Ik sta 13e. Nice. Domme kut, Arianto! Met je kut, man, hoor. Ja, die broke the front wing. Oh, domme man, dat kan niet meer pushen, niks. Kut, Harry. Wat een vette John. Ik ga je achter de Wehrlein, dus dat wordt er helemaal kut. Dankjewel, Harry. Dankjewel. Ja, hij heeft mij ook geraakt. Paul, kijk eens achter je. Nee. Bananenauto. Ja, penalty. Nog een penalty. Jezus man, mijn auto die is overal. Ik kan gewoon niet normaal sturen. Frontwingschade dan? Nee, gewoon. Het is gewoon een kutauto. Hier, hoppa. Paul, pas op. I'm in your sight. Yeah.
Yeah, boy! Pas op, pas op, pas op. Ik kom links. Yo. Mai! Mai! Ho, 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 ho! Het spijt me. Ja, moet ik jou een position teruggeven? Oh! Ricciardo! Ja. Ricciardo is dood. Hier dan, Massa die is alweer aan het janken. Ja, ik werd echt gek. Nee, maar serieus. Ik rijd gewoon al P7. Maar ik heb een 6 seconden penalty en ik moet nog 2 pitstops doen, dus. Ik ga nu pitten. Ik heb Massa. Opa. Go boys. Man, die Williams is echt snel met die pitstops. Williams heeft ook het record. Ik had 11,6 en ik dacht dat het snel was. Ik ga nu P5. Huh? Net had ik nog DRS en nu is de DRS weg. Oké. Ah nee, knal ik weer over die cutcurb. Tire status. Tire status. Thanks, Mike. Our data is showing somewhere. Most likely you'll be able to feel it. Ik sta P4. Jij staat P? Lekker dan. Hey, waar sta jij? 20. Ja, ik ben net gepit. Niet zo mooi. Zit je nog wel een beetje in de buurt van mensen dan? Of rij je daar helemaal alleen? Nee, ik ben nu in de buurt. Ik rij gewoon een heel groepje eruit. Kill! Oh, crash, Rosberg en Vettel zijn gecrashed. Oh. Lekker. Ik ga er voorbij. Ik rij nu achter Vettel. Rosberg ligt er nog steeds. Gelukkig geen safety car. Voor jou is dat wel goed eigenlijk, maar voor mij... P2. Kom maar op, Hamilton. Lekker luur. Thank you.
Jezus, veel mensen in de pit, man. Niet normaal. Oh, Paul, snelste raceronde. Holy fuck. Lekker, boy. Holy shit. Harianto staat P3, hè? Harry. Dat is naar. Dan zit jij de snelste race ronde, zet iedereen het full status. Kan dat? Oké. Okay. Nee! Niet stopping this lap! Tire status. Jezus, mijn banden zitten op 50. Hier, P1. Wie is hier de race leader? Nee, ik heb een punter. For real? Ja. Ja, doe nou maar, kut. Hoe kan dat dan? Gewoon uit het niets? Nee, ik knal dat tegen die hoeren kutmuur. Oh. Nou, moet ik nu op de softs en nu uitrijden die shit, hoor. 9 rondjes op die softs. Jij hebt geluk, ik moet nog 2 keer een pitstop maken. 2 keer? Ja. Nee, nu gewoon 1 keer op de softs, man. Ik heb de softs al niet meer. Man. Ik sta gewoon P1, dus lachen. Ik had meer softbanden moeten meenemen, man. Nou ja, niemand wist dat ik ging crashen, dus. Terwijl het wel mijn eigen schuld was. Ja. Nee, dat vind ik zo jammer, vind ik dit. Zo jammer. Hey, je gaat nog steeds mij verslaan, dus. Tuurlijk niet. Nee, jawel, want ik moet nog 2 stops lekker doen. Ja, op welke banden dan? Ik rij op ultrasoft en zometeen moet ik nog 2 keer op supersoft. Het lukt wel 1 bandje, joh, 1 setje. Ja, ik zit nu op 70% of 60%. Hoeveel sneller is Hamilton? I am fast as fuck, boy. Oh, safety car. Ik ga gelijk naar binnen. Holy shit, hier bij mij was het gebeurd.
Oh, kut. Ik crash toch even in de muur bij de pitstraat. Holy shit, dit is perfect. Zal ik ook maar op supersofts gaan dan? Nee, ik zal gewoon veilig gaan. Ja, maar ik kan beter pushen op de dingen. Tenzij nu iedereen ook in één keer weer gaat op de dingen. Oh shit, ik ben gewoon P3, hè. P3 met nieuwe banden. Aan veel mensen in de pit? Geen idee. Waarom moet ik zo langzaam? Moest ik ook, ik moest gewoon letterlijk stilstaan. Holy shit, Paul, ik heb gewoon een kans om op het podium te eindigen. Tering. Wat is er gebeurd dan? Iemand voor mij, joh. Wie dan? Dat weet ik niet. Volgens mij Hulkenberg, dacht ik. Oh, op welke positie rij je? 17 dus. Holy shit, man. Ik rij in P3 en ja. Dit wordt gewoon een super race. Ik ga denk ik naar Ultrasofts. Ik ga naar Ultrasofts. Je hebt geen Ultrasofts meer, toch? Jawel. Oh. Wat krijg je dan gebruikte? Hey, ik heb ineens weer softbanden. What the fuck is dit? Godverdomme. Hey, Luc, wat zou ik doen? Geef me een tip. Ik zou gewoon blijven rijden op de soft. Okay. Iedereen rijdt op de soft, dus waarom jij niet? Ja. Nou, let's go start the race. Nee man, hoe langer we doorrijden, hoe beter het voor mijn banden is. Ik heb dan geen kans om deze race te winnen, maar ik kan wel positie 3 gaan beschermen. Als ik die puntje niet had gehad, hè? Oh. Dan waren we nu waarschijnlijk in battle, maar ja. Nou, ik reed al P1 net voordat jij dat had. Ja, jij reed voor mij. Ja, ik reed P1. Ja, daarom. Dus ik denk niet dat jij dan bij me in de buurt was geweest. Tuurlijk wel, jongen. Daar had ik iedereen ging toen in de pits met de safety car. Echt? Ja, niet deze, maar die hiervoor. Oh. Iedereen. Ik bedoel, vlak voor de safety car stond ik op P1 en jij reed op 10 of zo, denk ik. Ja. Dus dan waren we nooit. Dan hadden we nooit echt een goede battle kunnen hebben, denk ik. Maar ik was op Ultrasofts. Jij had wat gebruikte. Ja, oké, dat is waar. Dat is very waar. Very waar. Nou, let's start the race. Come on. I want to get some positions. Ik ga gewoon op het podium eindigen misschien. Holy crap. Oh, teer. Misschien kan ik wel een cheeky move maken bij de start. Dat ik gewoon tweede sta. Ik zou proberen.
I want to start a race. Mijn banden zitten op 3%, dus ik ga het gewoon fucking uitrijden. Hoeveel extra laps of fuel heb je? Ik zal even kijken. 2.16. Ik heb 3.74. Holy shit. Ja. Die safety car die jaagt er vandoor, jongen, niet normaal. Oh boy. Let's go, Luke. Get that first position. With the Renault. Jezus, wat draaien we dicht op elkaar. In mijn hart, jongen. Hij gaat hier zo beginnen, hoor. Kut, man. Het gaat niet goed. Wat dan? Ze lopen nu al vies ver weg. Wat is er, Luc? Ze lopen weg. Oh nee, nu zit ik er weer vlak achter. Holy shit. Oké, Paul is dus weggevallen. Fuck. Nee, meen je dit? Ik zag het gebeuren, Paul. Ik heb een grote fout gemaakt. Wat is er gebeurd? Jij bent eruit, of niet? Ja. Ja, er stond ineens... Paul heeft de party verlaten, toen migrating host. Ik kijk even... Mijn auto rolde bijna. Jij doet nog mee? Ik doe nog mee. Oh shit, ik niet. Wacht even naar de wc. Oh, ik maak kutfouten. Fuck, fuck, fuck. Yo. Yo. Hoe gaat het?
Nou, niet zo goed. Je teammaat, de Jankert, zit achter mij. Ik kan je sessie joinen. Oh, dan kun je spectaten, dat is ook wel lachen. Oh, dat kan toch niet. Wat dan? Ja, het lukt niet. Probeer nog, blijf proberen totdat het... Ja, maar bij mijn spel moeten we nou weer vanaf Abu Dhabi beginnen, hè? Ja. Dit is pure bullshit. Maar wat gebeurde er dan? Viel je wifi weg of zo? Nee, ik heb geen idee. Ik denk het haast wel dan, want je ging ook uit de party. Ja, daarom. Er was ook wel een netwerkfout. Dus dan, ja. Probeer nog eens dan, dan kun je misschien spectaten. Nope. Deze banden houden het zwaar vol. Hoeveel sta je dan? Derde. Lekker. Maar al die bullshit die is gebeurd. Zullen we zo meteen een race doen dat alleen wij twee tegen elkaar? Kijken wie er beter is. Ja, dat is goed. We gaan nu in de ene laatste ronde. We kunnen kijken via je livestream natuurlijk. Maar dat kan ook nog. Hey Paul, er staat gewoon dat je nog meerijdt, hè? Echt? Ja. Hoeveel is de positie? Geen idee. Oh shit. Hoor je mij nu? Ja. Ja. Gewoon dat witte bolletje van jou. Volgens mij rij je rond P10 of zo. Paul, er staat gewoon dat je nog meerijdt, hè? Ik hoor mezelf. Ja, hoeveelste sta ik? Denk P10 je? Denk ik. Vertellen. Oh, dat zou mooi zijn. Nee, ik denk dan moet jij in die sessie blijven, dan kan ik daarna jou weer joinen. Dan kunnen we verder met de dingen. Ja, dat kan ook. Hoop ik. Ga ik er ineens zo heel lullig uit? Last lap, guys. Damn. Oh ja, kut. Nee. Ik heb die penalty, hè. Ik heb die 6 seconden penalty. Oh, fuck. Geen podium voor mij. Oh!
Crash. Ah, dit is zwaar kut. Ik moet de schade beperkt houden. Ah, kut. Echt, dat is kut. Vijfde. Kut, hé. Kun je door en dan in die sessie blijven? Ja. Even kijken wat er is gebeurd. Ja, kijk, Eriksen. En wat staat er bij Paul? Niks. Ik ben zo weer terug. Mag even voor, Paul. Dus, wil je mijn hoofd opnemen? Ja. Voor de helm? Dus? Ja. Oké. Okay. 55? Ja. Echt? Leg je dat? Ja. Heb ik 55? Ja. Is dat alles wat je moet weten? Ja. Oké. Okay. Paul. Ja. Hij heeft net mijn hoofd opgemeten voor de helm. Interessant feitje. Ik ben echt mol. Ik heb nu 10 punten. Lol. Ja, hoe heet dat? Zit je nog in de sessie? Ja. Het is nu Monaco, al gedaan. Ik doe even save. Formula 100 en 121. Hé, hey, ik heb geen invite. Nog een keer. Yeah, boy! Ja, nu wel. Mooi. Nou, doen we Monaco hebben we nu. Hé? Hey? Huh? Hebben we nu Monaco? Ja. Fuck dat, daar heb ik echt... zin in. Nachtmedia. Nee, dat is vind ik echt een good Grand Prix. Is toch mooi, jongen? Bas is gek, wel die flikker kutboeren, zegt hij. Hier, hoppa. Hebben we nu Monaco? Assist. Ja. Kunnen we ook iets opslaan of zo? Hé, hey, ben jij nog live? Nee, hè? Nee. Godverdomme. Kunnen we nog iets opslaan? Hoe bedoel je? Jij had het opgeslagen, toch? Ja. Ja, ja, ja. Oh, man. Ik ben ready. Oh. Oh, mooi! Oh, mooi! Er staat dat ik meer dan 50 comments heb. Oké, Nu neem ik meer soft compound mee, want... het ging niet zo goed. Oh, wacht. Het is Monaco. Whoopsie. Dit wordt fucked up. Ik weet dat ik al crash in de qualifying lap. Sowieso. Ik ook. En ik heb zulke slechte downforce, hè. Ik heb helemaal niks aan deze auto. Nou, die van mij is nog net een tikkie erger, denk ik. Dan moet je de downforce increasen. Ja. Oh kut, ik heb gewoon weggeklikt. Ik wil ook downforce, verdomme. Je hebt toch niks in topsnelheid. Ik zit nu al in laatste plaats, hè. Ik was als een begon aan het slingeren. Ik ben gespind, soort van.
Ik ben in de muur geknald. Echt? Dit is leuk. Ik rij nu in de tunnel. Oh ja, mijn wiel is afgebroken. Dat kan ik weer niet beter, hè. Ah, ik stond toch al laatste, dus dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Oh, even, ik ben benieuwd. 12. Oh, shit. Mag ik nu wel meedoen aan de race? Ja, tuurlijk wel. Ik heb geen tijd gezet, dus in het echt zou je dan niet mee mogen doen. Jawel. Nee, in real life. Ik bedoel... Snap je? Ja, mag je wel meedoen, maar dan moet je vanuit de pit starten. Ah, oh, dat zou leuk zijn. ...39 rondjes. Godverdomme. Ja, en dan... Hé, je kunt beter de twee stoppen kiezen, hoor. Hé? Ben je gek? Nee, serieus. Ik heb hier gereden en die één stopper... Want je crasht sowieso, je maakt er sowieso wat kapot. Ik heb niks te verliezen. Laat ik dat zeggen. Ja, nou ja, dat is ook wel weer zo. Hé, zullen we even serieus de formation lab doen, of... Beetje bonus. Vond je, zag het er mooi uit toen iedereen doorging? Wel gaaf, ja. Waarschijnlijk ook heel droog. Jij staat daar nog stil, kom ik aan. Miauw. Wow. Collision with Raikkonen, ik ben removed. Ja, ik net ook bijna met Ricciardo. Kut, ik zit vast. Oeh, dat was close. Jezus, wat stuurt de ding ineens lekker. Niet normaal. Rosberg P3. Wat is dit nou? In al actie, hoppa! What the fuck? Mijn teammaat staat op P1. For real. Nee, echt? Magnussen? Palmer. Fucking mooi. Holy dit. Shit, wat de fuck heeft hij voor dingen gedaan dan? What the fuck heeft hij voor setup? Hey, maar... De computer die rijdt voor mij en rijdt aan de muur. Geen schade, maar wel autistisch. Jongen, holy shit. Palmer op 1? Holy fuck. Dit vind ik allemaal veel te leuk. Het wordt allemaal veel te gezellig. Maar een formation lab waarbij je gewoon... Hoppa, kom op. Wat zeg je nou? Mijn wireless controller was disconnected. What the hell? Wireless. Stomme champie. Wat zei je dan? Je zei wireless of zoiets, ik weet niet. Maar het maakt niet uit. Wireless. Ik ben op mijn rol. Ik ga voorzichtig door die... Is niet waar. We weten allemaal dat ik ga crashen. Oh, goede start. Here we go, Monaco. Oh. Monaco 2017. Oké, ik rij nog. Wow, tyfus hond. Ja, ik merk dat ik de front wing heb genokt. Oh, en nu nok ik hem nog erger. Homo hond. Hier, krijg aids, godver. Stick to plan A. Ik heb godverdomme toch niks te verliezen. Hé, lul.
Ja, ik ben mijn hele vleugel kwijt. Oh, nee, wacht niet. Hé, hey, de helft gaat al de... Ja hoor, kut Harianto. Ja. Logisch door die hoeren Chinees. Godverdomme, man. Nee. Logisch door die hoeren Chinees. Ik sta P13. Cool, man. Oh. Ik ben 18. Oh, ik ben... Ja, ik ben kapot. Ik heb helemaal niks ergs gedaan. Fuck dit, ik ga wel een sessie zoeken van iemand die een sprintrace doet. Ik ga wel... Ben je echt kapot? Ja, vieze hoeren kutmuur, man. Nou, dan beginnen we opnieuw. Oké. Godverdomme, man. Daar kan ik echt fucking boos van worden, hè? Nee? Daar word ik er fucking boos van. Grapje, hoor. Hey. Oh, hij is er nog. Nee, ik wil die graag openen. Creating session nee. Lobby. Ik invite je wel even. Oh, ik zit er net in. Oh. Ik invite jou wel. Kijk of ik die epische crash nog in mijn ding kan zien. In mijn livestream. Jij kan het ook terugkijken, hè? Ja. Epische crash nog in mijn... Oh, Jennifer heeft gereageerd. Nee, je hebt geen invite gestuurd, hoor. Godverdomme, nog een keer dan maar. Nu wel? Ja. Oké dan. Ik reed wel hard, man. Ik ging lekker. Ja. Ik reed achter Harry de Chinees. Ja, ik moet gelijk de pit in. Het ging goed, maar het is wel jammer dat jij eruit ging. Maar... Ja, ik ben mijn hele vleugel kwijt. Ja, kijk, ik wou de pit in en ineens zat ik vast. Kut Harry! Ja, logisch door die hoeren Chinees. Godverdomme, man. Oh. Logisch door die hoeren Chinees. Godverdomme, man. En dan komt uit Monaco, dus ik ben best wel op mijn rol. Oh, we hebben ook al gelijk de race. Lekker. Ah, mag ik weer van laatste starten? Allemaal door die hoeren Chinees. En ik mag ook geen eens kiezen op welke band ik start. Wat is dit? Bitch, what the fuck? Nee, maar dat had ik ook niet. We starten gewoon op ultra's. Ik start op super. Ik start op super soft. Echt? Bitch, what the fuck? Ja, een andere strategie. Ja, en ik eindig ook op fucking soft cut tires. Oeps. Soft. Oh, Luc! Ik mag door. Oh, toch niet. Nee, ik niet. Fucking veel mensen zijn hier al. Oh, Luc! Ik zag jou daar en ik dacht van bitch, ik ga het doen. Holy shit. Hoeveel mensen staan er? Mijn teammaat staat er ook, of niet? Ja. Ik denk dat ik van Haas naar Renault toe ga. In de carrière. Maar ik weet niet zeker. Wat ga jij doen? Zeker van Toro Rosso naar Red Bull. Ja. Legit. Oh, ze komen er al bijna aan, of niet?
Ik zit een beetje mijn mooie wagie te bekijken. Oh nee, mijn teammaat rijdt wel. Ja. Ik ben nu benieuwd naar de start. Ik had wel een goede start, maar Massa die knalde me toch in het begin. Knalde hij me tegen de muur aan die lul. Ja, ik moest heel rustig. Ik moest gewoon letterlijk op de rem gaan voor die klootzakjes. Vooral voor Harry. Hoera, kut Chinees. God, Je moet nog even een keer op je livestream. Die moet ik echt nog een keertje zien. Allemaal door die hoera Chinees. Godverdomme, man. Ja. Toch zijn de manners beter dan de sauber staat hier. Dat vind ik echt zielig. Arme jongens. Ja. Here we go. Monaco 2017. Perfecte start. Ik ook. Oh, kijk eens uit man, Philippe. Oh, spin. Ik sta P13. Waar sta jij? Oh, je staat 10. 2 plaatsen voor me. Of 3 plaatsen. Oh, ik zit vast. Ik zit vast. Samen met Button. Paul, ik rij achter je. Lekker. Jezus man, die Alonso. Heb je al gezien dat er pitborden en zo zijn? Ja, fucking gaaf. Fucking awesome, ja man. Als ze dat in MotoGP hadden. Ik kan het alleen niet lezen, maar. Nee, dat inderdaad. Maar ze kunnen alles via de radio zeggen, dus ik snap niet waarom ze dan die pitborden nog hebben. Alonso, ga eens wat sneller, man. Verdomme. Het is hier geen verdomme fietspad. Hoe hun die exit zo goed krijgen, snap ik ook niet, hoor. Hoppa. P10. Oh, ik heb de muur geraakt. Je reed bijna tegen zijn pitbord aan. Ja, hier. Hier! Oh. Iedereen die zet verdomme snelle ronde. Ja. Kut. Fucking hell. Paul, probeer het niet. Ja, ja, we zitten vast. We zitten vast. Hij is kapot. Oh. Oh yeah, boy. Paul, je moet wat harder rijden, man. Nou, Paul, we houden het best wel goed vol, of niet dan? Ja. Ik heb alleen nu een beetje schade, maar...
Rijdt nog even in de muur. Full race update. Thanks, please. Oh, Ricciardo. Ricciardo, jongen, gek. En de safety car lap, jezus. Is die kapot gegaan, ja. Staat hij nog een beetje met zijn wieletjes te draaien? Ik zit midden in een online race. Ja, maar waar moet ik naar kijken dan? Helmen. Ik weet al welke ik wil, hè? Ja, maar de kaart heb je ook allemaal. Oh. Maar het gaat als we hem kunnen bestikken, hè? Daar gaat het om. Dus het hoeft mij niet uit wat erop staat. Gewoon als we hem toch laten bestikken. Of zijn ze daar echt heel goedkoop? Nee. Wat voor helmen zie je dan? Want als er Monster Energy of iets op staat, dan kan ik dat gewoon kopen. Nee, dat staat niet zoiets. Op zich zijn er wel mooie helmen. Kijk, Paul rijdt voor me. Ik ben gestart van P22, hè? En Paul dan? Paul van P12. Maar in de eerste bocht stond ik alweer 12e of zo. Dat de dikke crash. Een safety car. Oh. Ricciardo stond ineens stil tijdens de safety car, we snapten er niks van. Dit duurt nog wel. Dus je hebt geen zin om even te kijken? Ja, eigenlijk wel, maar. Oh! Sorry Paul. Ik was niet aan het opletten. Ik heb mijn front wing kapot. Rood? Ja. Kalm. Krijg je penalties, hè? Pas op. Ik rijd... Collision met safety car, dat mag ook gewoon. What the fuck, dude? Luc, dan moet je nu pitten, hè? Nu gaan we de safety car rijden nog een rondje. Ja, wacht even, ik ben zo terug. Ik ben zo terug, oké? Okay? Hij rijdt gewoon voor me verder, dus... Ja, ik moet eventjes snel... Ja, je moet pitten. Ja, dat doet hij ook. En doet hij automatisch al. Oké, okay, ik ben zo terug, oké? Okay? Ja, snel, hè? Kalm on!
Leuk, de safety car. Remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. On fuel, mix 3 is there if you need it. Mix 3.
exit track is clear. Green flag. Yo. Yo, het is echt net misgegaan, net. Leef je nog? Ik rijd P18. Ja, ik het 10, maar ik zat dus 4-5 dus. Bij de pit ga ik Max voorbij en wat doet Max? In de pit en ik zit naast hem. Rijdt hij vol in mij. Lol. Ja. Ik heb je teammaat trouwens gecrashed. Oh, wacht, niet je teammaat. Nou, echt super fijn dit. Maar wat gebeurt er nu? Wat is er met Verstappen gebeurd dan? Ja, ik weet niet. Die is de pit volgens mij vrolijk ingegaan. Wie? Oh, Massa is gecrashed. Rijdt zo tegen hem aan. Hij leeft nog. Mooi. Is nou? Ik had hem liever eruit gewild. Doei, Manon! Ik schrik me dood. Sorry. Heeft niet. Ik reed de hele tijd op lean, hè. Ik heb nu 4 rondjes extra fuel. Deze bocht die lukt me maar niet, ik snap niet waarom.
Zijn mijn teammate nog steeds eerste? Oh! Ga er voorbij dan, kotslul. Ja, godverdomme, zo pak iedereen deze positie af, hè. Vieze kut, hoeren Braziliaan, vieze janksnor. Ja. Ja, kijk, handback, fuck jou. Ga er voorbij dan, chomp. Gaat hij stilstaan? Vuile, vieze hoeren hond. 5 seconden go penalty. Ik hoop dat je godverdomme sterft, echt. Godverdomme, echt. Fuck dit. Ah nee. Ja, ik ben van de baan gereden. Kapot? Ja. Helemaal? Ah nee. Nee, niet helemaal. Oh, gelukkig. Nee, ik heb ook weer schade. Nee. Oh, jongen, kut, Monaco. Waar rij jij dan? Aan de andere kant van de baan. Kapot!
Godverdomme, weer een pitstop. Oh, ik kan net goed godverdomme elke rondje pitstop maken, man. Carlos Sainz is eerste. Maar ik knal hem van de baan af. Wat dan? Ga je weer onserieus doen? Ik heb weer een puncture, zelfde plek. En nu is Kiffy het eerste. What the fuck? Kutte Rosso's. Tired. Kapot. Ah, fuck. Meen je dit? Waarom dan, Luc? Dat ik kapot ging. Nou. Ze wil gewoon een race met z'n tweeën doen. Ja. Oké, is goed wel. Ja. Hij duurt nog 20 rondjes. Dat kun je nooit afmaken. Kan ik nooit afmaken alleen. Toch? Nou, dat is niet zo leuk, denk ik. Jongen, moet je jezelf ook niet expres tegen de muur aan flikkeren, hè? Jij flikkert jezelf tegen de muur aan. Nee. Ho. Easy, nu. Godverdomme. Ik maak wel even een lobby, joh. Ik maak er al één. Oké. Invite. Is je nu wel verzonden? Ja. Ja, om je uitzending te bekijken volgens mij. Of niet? Ik kan hem alleen niet meer. Deze uitnodiging kan niet meer worden gebruikt. Nou. Opnieuw. Ik ben al mijn kijkers kwijt. Anders kunnen we zo meteen wel Battlefield gaan doen. Ja. Allebei in de Red Bull.
Oké. Okay. Exciting. Wanneer ga je nou MotoGP kopen dan? Weet ik nog niet. Bedenk dat dan. Godver. Ja, ik wil nog even wat... Even een beetje sparen, zeg maar. Ja. Heeft je vader ook contact gehad met die helmkerel? Nope, nog steeds op vakantie. Godverdomme. Wanneer komt hij terug dan? Of komt hij niet meer terug? Deze week, volgens mij. Oké. Okay. Wat is dit? One shot qualifying? Ja. Hier, als ik tegen die zon in moet kijken, heb ik echt die lelijke pixels. Met Maxi in de Red Bull. Ik denk dat ik het vanuit heb. Nee, ik heb het verneukt. Godverdomme. Ja, bij de laatste bocht vloog ik eruit. Hoer. Fuck. Fucking hoer. Ja, kijk. Als ik die laatste bocht niet had verneukt, was ik eerste. Dus ik stop. Nee, grapje. Dus ik stop. Hier. Maar ik was wel eerste, tweede, derde, of eerste, tweede sector, zeg maar, sneller dan jou. En in die laatste bocht ging het mis. Ik ga een zeehond neersteken. Hoeveel laps zijn dit? Godverdomme! Wat is het? Ja, drive-through penalty. Jongen, had je toch niet gelijk in de muur te rijden? Nee, maar dan... Het is fucking 5 laps. Ja, nee, maar jongen, dan wacht ik toch even. Dan heeft het toch geen fucking zin, man. Oh, moet ik weer zo'n kut race maken. Ja, doe dan gewoon zonder qualifying. Ja. Kut leven. Oh, ik word fucking boos. Dit is de laatste race en dan ga ik wel Battlefield doen. Ik zou je even fighten. Fuck.
Jezus shit. Waarom gaat Bas Minecraft doen? Hell no. Hell yeah. Hey, Canada, ja? Canada's mooiste circuit die er is. Ik dacht dat Spa dat wel was. Ah ja. Die is er ook nog, hè? Fucking hell. Heb je geen qualifying? Nope. Serieus, you knocked the front wing, now you need to commit fucking suicide, bitch. We're considering switching to an alternate strategy. Do you want to change? Oh shit. Luke. Ik ga verder toe doen. Als jij even geduld hebt. Hoe dan? Ik maak een pitstop. Oh, je gaat gewoon pitten. Oh, de graphics van die pakjes. Wauw! Realistisch hoort. Waar sta jij dan? Bij het lange rechte stuk. Helemaal daar. Maar weet je waarom ik nou crashte dan? Nou? Er zat een pepernoot in mijn achterband. Een fucking pepernoot. Oké, we gaan even bij de DRS, of deze lijn in ieder geval. Bij deze lijn stil. Dat de voorvleugel net de dingen aanraakt, zeg maar. Ja, jij staat goed. Ik dan. Ja? Laten we rijden. 3, 2, 1.
Jij houdt me wel weer bij, Paul. Jij maakt het een jumpstart. Oh, Jezus. Vliegende auto. Hé, hey, jij had een dikke corner cut. Ik hoorde het. Ja, dat vond Jeff, maar dat was niet zo. Dan zeg je shut up, Jeff. Ik moet gewoon op de rem gaan, hè, voor jou. Gaat die remmen, joh. Wat een gekje. Ja, hier. Dit is bullshit. Time penalty, race boy. Penalty. Maakt niet uit. Het gaat om de race. So come and get me, you bitch. Nee, grapje doe. Oh shit, he's coming with all Mercedes, Mercedes. Oh, hallo. Zuk. Heeft hij ook nog een DRS? Nee. Kun jij door, nee. Ik kan niet kapot, man. Ja. Hoppa. Nog een keer. Hoe doe je dat? Gewoon restart, denk ik. Hoe heb ik twee... Nee. Dat is... Jawel, kan oh, wel. Heb je wel restart? Oh, man. Gewoon nog een keer die baan selecteren. En dan gaan we eventjes nog een keer jagen. Hier, Singapore, dat is ook wel lachen. Oh shit, man. Pole position. Oké, toch niet. Fuck deze shit. Ik dacht dat ik pole position had, maar nee hoor. What the fuck, Luke? Fine racing, boy! Oh, teer. Ik mis een stuk van mijn vleugel. Ga je pitten dan? Nee. Ook had ik het wel vol, maar... Ik denk dat een pitstopje wel handig is, maar... Ja, is goed, ga ik over. Ik wil ook op de baan blijven hoor, dat maakt mij niet uit. Nee, ga baan.
Wat doe je? Ja, niet. Kom maar, joh. Je zou net nog een pitstop doen. Hell no. Jij nakt mijn plek. Ik nak jouw plek. Ja, maar dat was gewoon voor de grap. Hell no. Ik ken jou. En je rijdt ook gewoon weg, hè? Helemaal niet. Ja, jij bent een rotzak. Mijn moeder zei al dat ik niet met jongetjes zoals jou om moest gaan. Wat is dit nou dan, Paul? Ja, wat is dit nou? Je snijdt me gewoon af. Hell no, jij Jawel. Zit in mijn fucking buskant. Hey, ik heb het op video, hè, kotslul. Nee, is goed, laat me zo meteen zien. Nou, moet je opzoeken, ik kan het niet laten zien. Gaaf, man. Wat? Waar ben jij? In de pit. Oké, wacht even op mij dan. Dit stop, jongens. Stoomtrein! Het is niet normaal hoe vroeg jij remt. Teringleier. Knal die nou op mijn achterkant, joh. Ja, iemand die ging ineens op de rem. Wat doe jij dan? Ja, time penalty. Omdat je me zo de baan afdrukt. Godverdomme. Vettel, what the fuck is he doing? Hier, die voor jou. What the fuck are you doing? Is dit pingpong of zo? Ben je nog heel? Nee, maar dat maakt niet uit. Okay, take it easy on the car. We can sustain this level of damage.
God, what the fuck? Ik schaap tegen de muur en knalt ineens full speed mijn wiel eraf. Ik gooi Battlefield erin. Dat weet ik wel. En ik ga gewoon lekker door met... En Battlefield zat er al in. Ik ga gewoon lekker door met streamen. Het maakt me geen flikker uit.